Dolle pret is het voor de honden in dierenpension Torenhoeve in Biddinghuizen. Ze kunnen hun lol niet op in de nieuwe indoor hondenspeelhal. Wat er nieuw is hier is dat wij een hele indoor speelhal hebben gemaakt voor onze honden. En dat houdt in dat het een beetje een paradijsje is voor honden. Een all-inclusive resort met een zwembad en dat je lekker kan chillen onder de palmbomen, zeg maar. De binnenspeelhal is een unicum, volgens eigenaresse Petra Touw. Binnen kunnen ze over een bruggetje. We hebben van allerlei speelgoed erin liggen. Dus, en we hebben van allerlei speeltoestellen waar ze overheen, onderdoor kunnen lopen. Dus ja, ze vermaken zich hier prima. Moeten honden niet gewoon lekker buiten? Ja, maar we hebben ook wel eens van die regen. Het is lekker weer. Ja, maar als we regenachtige dagen hebben, vinden honden dat ook niet leuk. Ze noemen het niet voor niks hondenweer. Ook dan willen honden liever niet naar buiten. En ja, dan vinden ze het toch heerlijk om lekker even binnen toch. En dat zwemmen vinden ze geweldig. Toch kunnen de honden van Touw ook nog wel buiten ravotten en hun behoeftes doen. Want binnen hun drollen op het kunstgras, dat wil je niet. Het is echt de bedoeling dat ze spelen in de speelhal en niet hun behoeftes doen. Daar letten we ook op. En per ongeluk gebeurt dat natuurlijk. Dat wordt meteen opgeruimd en schoongemaakt. Echt gras kon er dan niet? Het probleem is bij echt gras, als ze daarop plassen, dan is het heel vaak snel kapot, dood. Dan ben je elk jaar druk om nieuw gras te zaaien. En ja, binnen in een hal, je ziet het bij de arena, werkt ook niet. En we hebben helaas geen open dak. Dus nee, ja, dat gaat dood. Hoe dan ook, de honden hebben geen moeite met dat nepgras. Die honden vinden het geweldig. Die genieten gewoon. Die komen binnen, die duiken meteen het water in. Rondjes rennen, achter elkaar aan. Die hebben de tijd van hun leven op het moment hier.